Schiphol wil internationale dromen van Nederlandse ondernemers in de spotlight zetten. Daarom is de wedstrijd Go Multinational in het leven geroepen. En dit zijn de finalisten. Vind je het spannend? Ja, best wel ja eigenlijk. Want je weet ook niet wat de vragen zijn. Dus... Maar ik denk, ik heb er wel vertrouwen in dat ik wel een antwoord kan verzinnen. Of... Ja, het is heel spannend. Je weet ook niet precies wat er gaat gebeuren. Als eerste moest ze straks optreden. Maar ze is ook wel zo nuchter dat ze, nou laat me over me heen komen. We hebben er een aantal weken naartoe geleefd. En nu moet het allemaal gaan gebeuren in de komende, ik krijg 10 minuten. Dus dat is zeker wel spannend. Als je iets goed kan, is het praten, dingen vertellen en het verhaal achter Protix uitleggen. Die idealen erachter, daar is hij gewoon heel goed in. Natuurlijk, maar dat is gezonde spanning, want maar dat brengt het beste in je naar boven normaal gesproken. Dus ik ben er goed op voorbereid, dus wel spannend, niet zenuwachtig. Ik ben dus ook heel benieuwd. Kijk, ik weet wel wat hij gaat zeggen ongeveer. Ja, uiteraard zijn we gewoon heel erg benieuwd hoe dit gaat lopen en wat de uitslag gaat zijn. Ik heb echt het idee dat we niet kunnen verliezen. En op het moment dat je meedoet aan een wedstrijd waar je niet kan verliezen, dan hoef je niet gespannen te zijn. Dus ik ben serieus vrijgelegd. Nou, dat hij... Eigenlijk van een heel klein bedrijfje toch een behoorlijk stevig bedrijf opgebouwd heeft. En dat hij gewoon blijft. Nou, ik denk dat we 5 mooie finalisten hebben. Die allemaal recht hebben op de pop-up offers. Maar ik wil er heel graag mee naar huis. Het bedrijf waar hij mee bezig is, is door mij opgericht in 1989. De winnaar krijgt 4 weken lang een pop-up office in een bestemming naar keuze. Ja, ik hoop enorm dat wij gaan winnen. En dat we wereldwijd kunnen gaan uitrollen. Door een jury die de deelnemers het vuur aan de schenen legt, wordt bepaald wie er wint. Waarom kies je dan voor Hongkong? Is het niet heel risicovol als je je focus aanneemt op één ketel? Ga je het als NL Dutch branden of is dat ja. Totaal irrelevant in de tijd van dit voor jou? Nou, het is toevallig typisch Nederland. Het grootste risico is dat het te hard gaat. We kijken eigenlijk voortdurend om ons heen. Ik denk dat wij nu al bezig zijn met dingen anders te doen. Dat is ons core business. Hoe vond je het gaan? Ja, het is leuk. Het is een leuke club en het is heel erg leuk om die energie te zien. Stevige concurrentie en kritische vragen van de jury. Maar ja, we gaan de spanning afwachten. Geven wij de kans aan Protix. En Tariq ziet een mooie toekomst in het buitenland tegemoet. Nou ja, geweldig. Kijk, dit is de trofee. En daar zijn we heel trots op. Je ziet een wereldbolletje. En wat ons betreft is dat ook ons werkveld. Laten we vanuit Nederland en Chili beginnen en vanuit daar verder uitrollen.